aan de bar in het Wold, in Runewold met André Wienen. Die de moed eigenlijk al bijna had opgegeven om een nieuwe Stones van het platteland, een nieuwe boerenrockformatie te vinden. Ja, eigenlijk klopt dat precies wat je zegt. Jullie hadden op een gegeven moment 300 aanmeldingen. Dat was nog kaf van het koren niet gescheiden. Maar na heel veel oefensessies hadden jullie bijna een band. Klopt, we hadden eigenlijk sowieso 3 bandleden. Los van de zanger, heel snel. En dat klikte ook gigantisch goed. Alleen die zanger was op een gegeven moment een probleem. En toen nog eens een zanger en nog eens een zanger. Bij de ene was de klik niet met de rest van de band. Of iemand die ging spontaan naar Noord-Holland verhuizen. Of iemand was aan half aan de drank. Het was altijd wel wat mee. Dus dat maakte dat het traject op een gegeven moment een jaar verder was. En het gewoon lastig was om net die ene persoon te vinden. En op een gegeven moment duurde het dan te lang, denk ik. Praat je goed. Alles wat hij zegt, daar is toch true. En toen wilde je eigenlijk de stekker uit het project trekken. En toen kwam je een jonge Achterhoekse band tegen. Kiek nou eens. Klopt, we hebben eigenlijk met alle partijen besproken van na een jaar van nou, wat gaan we doen, hè? Gaan we verder, stoppen ermee. Op een gegeven moment moet je ook zeggen van nou ja, dit lukt niet en we gaan gewoon stoppen, daar ben ik heel eerlijk in. En toen kwam ik in contact met Kiek Nauwers, die ik al een beetje kende, maar per toeval. En toen zag ik in één keer iets wat we eigenlijk voor 90% gewoon ooit al zochten. Namelijk een enthousiaste, jonge, redelijk jonge dialectrockband, uit zichzelf ontstaan ook, dus dat was een voordeel. Ik dacht, ja, dit is het eigenlijk wel. Dus we zijn in gesprek gegaan en die jongens die waren heel enthousiast. Vandaar dat we nu met Kiek Nauwers een avontuur tegemoet gaan, zeg maar. Ik wil heffen, ik wil lachen, ik wil lol. Ik wil vrouwen, ik wil drinken, rock and roll. Ja, ik wil het leven pakken, anders pakt het leven mee. Wil genieten, want het hier is over mee. Ik hoor een beetje normaal invloeden van heel ver verleden. Ik hoor Jovink, ik hoor Mooi Wark. Dit is de perfecte mix voor een nieuwe boerenrockband. Ja, er zitten natuurlijk altijd heel veel invloeden in van bestaande bands. Dat kom je denk ik ook niet aan. Wat ik wel uniek vind is de saxofoon die zij in hun muziek hebben. Een saxofonist, voegt wel wat toe vind ik. Ja, want de meeste boerenrockbands is 3-akkoorden rock, met alle respect trouwens. En goed lekker hard drummen. Ja, klopt. Dat zal ook de basis hier zijn. Maar die saxofoon die doet net weer wat anders wat de rest niet heeft. En buiten dat vind ik gewoon dat ze leuke liedjes hebben en goede liedjes. Dus zij hoeven ook niks te veranderen. We willen ze ook niet veranderen. Ze moeten lekker blijven doen wat ze al doen. Wij proberen gewoon het team uit te breiden met een aantal mensen. Om te kijken of we ze wat verder kunnen krijgen dan alleen de regio. Want daar ontbrak het aan, hè? Leuke jongens, goede band, maar ze deden alles zelf en niemand die hun hielp. Klopt. Er was ook niet echt behoefte aan. De laatste tijd hadden ze er wel wat meer, waren ze naar op zoek. Maar ze doen eigenlijk alles zelf. En ze hebben geen boeken, ze hadden niks verder van elkaar. Dat bieden jullie ze nu. Met management, met een boekingsagent, met een tour langs radiostations en dat soort dingen. Kortom, proberen die band op te stoten in de vaart der volkeren. Net zoals de bedoeling was met de zoektocht naar de nieuwe Stones van het platteland. 16 juli komt die nieuwe single uit. Klopt, bij Giel Beelen op 3FM is de primeur. Maar ik wil hem nu horen. Ja, eigenlijk kan dat niet, hè? Jawel. Klein stukje doen dan? Een klein stukje. Want wie gaat niet naar huis, wie blijft nog even hier? De kastelein die moet er flink aan trekken. Want wie gaat niet naar huis, ook niet over een kwartier. Wat kan het ons toch allemaal verrekken? Waarom schrijf je dit? Ja, dialect rock, dialect pop, denk ik zelf. Het is wel rock, maar ik vind dat het een redelijk pop invloed in heeft. Met name weer door die saxofoon, denk ik. Maar ik denk toch dat het... Het zal niet voor heel veel muziekkenners mega uniek zijn, maar wel toch weer wat anders dan wat de boerenrockbands die er nu zijn al maken. Dus ik vind het een goede plaat. Worden deze jongens straks net zo groot als normaal Jovink en de Voor de Beatles? Mooi werk. Dat hoop ik natuurlijk. Garanties heb je nooit. We kunnen ze alleen, wat ik al zei, helpen met een aantal mensen om het verder te krijgen. Maar ze moeten het vooral zelf doen. En het begint bij hunzelf. Ik denk dat er wel een kans is, gezien de markt. Die is groot genoeg. Maar of het uiteindelijk lukt, ja, we gaan het zien. Want wie gaat niet naar huis, ook niet over een kwartier. Wat kan...